Goedenavond, dit is het NOS Journaal op 3 met het nieuws in 60 seconden. We hebben wel eerder forse teruggangen meegemaakt, maar dan ging het meestal geleidelijker. Het is officieel, Nederland zit in een economische recessie. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de economie vorig jaar in het laatste kwartaal is gekrompen met 0,9%. Een zware zelfmoordaanslag in Irak. Bijna 40 mensen kwamen om. De meeste waren vrouwen en kinderen. De aanslag bij Bagdad was gericht tegen pelgrims. Ze waren op weg naar de viering van een Sjiitisch feest. It was just a big fire. It was hot. We were like maybe like four houses away from it. In de staat New York is een vliegtuig neergestort. 50 mensen zijn erbij om het leven gekomen. Een toestel van Continental stortte 5 minuten voor de landing neer op een woonhuis. De oorzaak is nog niet bekend. Het lijkt een oorlogsfoto, maar dat is het niet. Deze winnaar van de World Press Photo 2008, gemaakt door de Amerikaan Anthony Soar. De agent met getrokken pistool doorzoekt een huis om te controleren of de bewoners echt weg zijn. Ze konden hun hypotheek namelijk niet meer betalen. Dat was het voor nu. Vanavond zijn we er weer rond 11 uur met een uitgebreid Journaal 3. Heel graag tot dan.